Michel Fournier is een Franse seriemoordenaar die actief was van eind jaren 80 tot zijn arrestatie in 2003. Hij wordt ook wel het monster van de Ardennen genoemd vanwege de gruwelijke aard van zijn misdaden en het feit dat veel van hun slachtoffers werden ontvoerd uit de Ardennenregio van Frankrijk. Hij staat bekend om zijn gruwelijke sadistische misdaden die hij pleegde met behulp van zijn vrouw. Maar wie is deze man en waarom was hij zo gruwelijk? In deze video vertel ik je alles over het monster van de Ardennen, maar voordat ik dat ga doen, wil ik je vragen om je te abonneren op mijn kanaal, zodat je geen enkele video hoeft te missen. Michel Fournier werd geboren in 1942 in Sedan, een plaats in het noorden van Frankrijk. Er is weinig informatie te vinden over zijn jeugd, maar wat wel bekend is, geeft een goed beeld over hoe hij is gevormd tot het monster wat hij in de toekomst zou worden. Michel groeide op samen met zijn ouders, een zus en een broer. In zijn jeugd is hij een slachtoffer geweest van incest door zijn moeder. Zijn moeder was geestesziek en gebruikte hem als een seksueel object. Als kind stond Michel bekend als een introvert en sociaal onhandig kind. Hij was rustig, intelligent en hield van schaken. Zijn vader was metaalbewerker en was vaak afwezig. Hij was een alcoholist en had losse handjes. Uiteindelijk scheidde hij van zijn vrouw en kreeg hij de volledige voogdij over zijn drie kinderen omdat zijn ex-vrouw geestenziek was. Over het algemeen kunnen de moeilijke opvoeding en vroege ervaringen van Michel hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van zijn gewelddadige en sadistische neigingen later in zijn leven. Toen hij volwassen werd, had hij verschillende baantjes. Als bosbouwarbeider en als schoolopzichter. Hij werd voor het eerst gearresteerd in 1966 voor het seksueel misbruiken van een jong meisje. Hij was toen 24 jaar oud. Tijdens zijn opsluiting in de gevangenis ontmoet hij zijn toekomstige vrouw Monique Olivier nadat hij een advertentie had gezet in de krant. Monique reageerde op de advertentie en bezocht Michel meerdere keren in de gevangenis. Ze schreven elkaar brieven waarin Michel uitgebreid schreef over zijn fantasieën over het seksueel misbruiken en vermoorden van maagdelijke meisjes. In de brieven heeft Monique aangegeven dat ze hem hierbij zou willen helpen. Toen hij op 22 oktober 1987 vervroegd vrij kwam in verband met goed gedrag, gingen ze samenwonen in het Franse plaatsje Jonne. Ze konden niet wachten om hun gruwelijke fantasieën werkelijkheid te laten worden. Het eerste slachtoffer was de 17-jarige Isabelle Laville. Zij verdween op 11 december 1987 in het Franse Auxerre. Michel Fournier en Monique Olivier hadden Isabelle van school naar huis zien wandelen. Een paar dagen later volgden ze haar op diezelfde route. Monique, die op dat moment alleen in een auto zat, vroeg Isabelle om in te stappen, feinsend dat ze hulp nodig had om de weg te vinden. Isabelle stapte in. Vervolgens stapte Michel ook de auto in, die deed alsof hij een bestuurder was die met autopech langs de weg stond. Het koppel verdoofde het meisje onderweg met Rohypnol en nam haar mee naar een woning waar Michel het meisje seksueel misbruikte en vervolgens wurgde. Daarna dumpte ze haar lichaam in een put die niet meer gebruikt werd. Zijn vrouw Monique heeft hem hierbij geholpen. Het lichaam van Isabelle Laville werd pas teruggevonden in 2006, 19 jaren later. In maart 1988 werd Michel gecontacteerd door de 30-jarige Farida Hamige. Dit was de vrouw van Jean-Pierre Hellegoearg. Een crimineel met wie Michel een cel had gedeeld voordat hij vrij kwam. Ze vroeg hem om haar te helpen met het opgraven van een graf op een begraafplaats waar grof geld begraven lag. Michel besloot om haar te helpen en ze waren erin geslaagd om de buit, die bestond uit goud en munten, terug te halen. Als dank gaf Farida hem 500.000 frank echter vond Michel dit niet genoeg en besloot hij om haar op 12 april 1988 te lokken naar hun appartement met als doel om haar geld te stelen. Ze werd gewurgd en vervolgens begraven. Haar lichaam is helaas nooit teruggevonden. Met het geld dat ze hadden gestolen, kochten ze een kasteel in de bossen van de Ardennen genaamd Château du Sautou in Donchery. In augustus 1988 vertrokken Michel en Monique naar de supermarkt waar ze per toeval de twintigjarige Fabien Leroy tegenkwamen. Monique was op dat moment zwanger van Michel. Ze deed net of ze ziek was en vroeg aan het meisje of ze haar de weg naar de dokter wilde wijzen. Fabien stapte de auto in. Ze reden naar een bos waar Michel haar seksueel misbruikte en doodschoot. Een dag later werd haar lichaam gevonden. Jean-Marie Desramold werd ontvoerd op 18 maart 1989. Haar lichaam werd op 3 juli 2004 gevonden in de tuin van zijn eigen kasteel. Michel had het meisje ontmoet in de trein en een aantal dagen later liep hij haar toevallig tegen het lijf. Het stel nodigde haar uit bij hun thuis en beloofde haar in de avond weer thuis te brengen. Onderweg naar huis vroeg hij haar of ze nog maagd was. Toen ze nee zei, werd hij woedend en wurgde hij haar. Op 20 december 1989 werd Elisabeth Brichet ontvoerd in België. Ze lokte de 12-jarige meisje mee met een smoes. Ook zij werd misbruikt en vermoord. Vervolgens is zij ook begraven in de tuin van het kasteel en ook haar lichaam werd pas ontdekt in 2004. De 13-jarige Natascha Dene was het volgende slachtoffer. Zij werd op dezelfde wijze als bij de vorige slachtoffers in de auto gelokt. Nadat ze met Natasja naar een afgelegen plek nabij de kust waren gereden, stak Michel haar twee keer in de borst met een schroevendraaier, waarna hij haar wurgde. Uit onderzoek bleek dat ze na de moord was verkracht. In het begin van de jaren negentig verhuisden Michel en Monique naar België. Op 16 mei 2000 lokte hij de 18-jarige Céline Cécile in zijn busje. Ook zij werd misbruikt en vervolgens gewurgd met een stuk touw. Hij dumpte haar vervolgens in een bos waar ze drie maanden later werd gevonden door paddenstoelenplukkers. Zover we weten maakte hij zijn laatste slachtoffer op 5 mei 2001. Daar ontvoerde hij een 13-jarig meisje, Manania Tempong. Hij nodigde haar uit om bij hem thuis te komen spelen met zijn zoon. Onderweg wurgde hij haar en dumpte hij haar in een bos. De overblijfselen van haar lichaam werden gevonden op 1 maart 2002, nadat haar lichaam bijna volledig was verslonden door wilde dieren. Op 26 juni 2003 werden Michel en Monique gearresteerd na een mislukte poging om een 13-jarig meisje te ontvoeren. Ze werden uitgebreid verhoord, maar ze lieten niets los en werden weer vrijgelaten. Een jaar later belde Monique de politie en vertelde ze dat haar man sinds 1987 een aantal mensen had vermoord. Het stel werd opgepakt en Michel bekende de moord van acht meisjes. Vier lichamen waren al gevonden, maar de andere vier waren nog spoorloos. Michel werkte mee met de politie om de lichamen terug te vinden en ze vonden er zeven. Alleen het lichaam van Farida Hamige is nooit teruggevonden. Michel Fourinet werd veroordeeld tot levenslang voor de moorden op zeven meisjes van wie de lichamen waren gevonden. Monique werd ook veroordeeld tot levenslang. In februari 2018 bekende Michel nog twee vrouwen te hebben vermoord. Marie-Angèle een 18-jarige gehandicapte vrouw, in juli 1988, en Joanna Parrish, een 20-jarige Britse studente, in mei 1990. In maart 2020 bekende het monster van de Ardenne ook verantwoordelijk te zijn voor de verdwijning van Estelle Mouzin. Zij verdween in 2003 op 9-jarige leeftijd op weg naar school. Haar lichaam is nooit gevonden. Op 10 mei 2021 overleed Michel op 79-jarige leeftijd nadat hij met ademhalingsproblemen was opgenomen in het ziekenhuis. Denk jij dat dit monster alles heeft opgebiecht? Of denk je dat hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt? Laat het weten in de comments. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal en klik op het belletje zodat je geen enkele video hoeft te missen.